Als je één keer per jaar zou meten, dan mis je gewoon het hele gedrag wat er in de zomer gebeurt bijvoorbeeld, of in de winter. Dus je moet eigenlijk nog redelijk frequent doen. Nou ja, zo'n meting met een waterpasinstrument, die duurt al gauw zeg 5 minuten per opstelpunt. En dan heb je 1 punt gemeten. Ja, je kan je voorstellen als je hier om je heen kijkt, als je dat zeg maar, voor een groter gebied in kaart wil brengen. En dit is nog maar 1 polder. Ja, dat is onbegonnen werk. Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water, schoon en vies water. En in deze voorlopig laatste aflevering hebben we het over een aantal innovaties in het beheer van ons water. Want de waterschappen zitten niet stil met het toepassen van nieuwe technieken en vernieuwende inzichten bij het waterbeheer. Zo zagen we in eerdere afleveringen bijvoorbeeld het gebruiken van drones om de sterkte van dijken te meten. En hoe bij extreme regenval al dat water met slimme bergingen opgevangen kan worden. Waar we door klimaatverandering de zeespiegel zien stijgen met 3 mm per jaar, daalt het land hier met gemiddeld 1 centimeter per jaar. En dat heeft nogal wat consequenties. Om daarop in te kunnen spelen is het dus zaak om die bodemdaling goed in kaart te brengen. Nou, hier zit de pijlschaal met het boutje ernaast. En hier kun je dus eigenlijk gewoon heel goed meten. Na verloop van tijd kun je terugkomen, kun je op de meting nog een keer doen en dan kun je zien of het nog stabiel is gebleven of dat er iets veranderd is. En zo is dat lange tijd gegaan, met een baak en een waterpasinstrument. Tijdrovend en eigenlijk ondoenlijk om een goed beeld te krijgen van veranderingen. Door dat meten nu met satellieten te doen, kan het veel nauwkeuriger en vooral veel vaker. Nou, we staan hier dus in de Duifpolder, 4 kilometer dik aan de op 1 grote polder. Die is 600 jaar oud. En dat betekent dat als je bedenkt dat het ongeveer 1 centimeter per jaar zou kunnen zakken, gemiddeld, dat het hier 600 centimeter, dus 6 meter hoger gestaan heeft. Nou, deze stok hier die gaat tot 4 meter daarboven. Dus je kan je voorstellen wat een ongelooflijke hoeveelheid grond er, veen, er eigenlijk al verdwenen is in de tussentijd. Wat we nu proberen te doen is eigenlijk te kijken van hoe kunnen we nou die beweging van die grond nu, ook hoe dat gedurende het jaar plaatsvindt, kunnen we dat meten. Nou, dat is de reden dat we eigenlijk bezig zijn met het ontwikkelen van die satelliettechnieken. Dus vanochtend, een uurtje geleden, is er weer eentje overgekomen. Die vliegt dan zeg maar over Duitsland heen, kijkt eigenlijk naar heel Nederland en kan dan van heel Nederland als het ware de hoogte vaststellen. En dat gebeurt eigenlijk bijna dagelijks. En dat betekent dat als we nu die technieken goed ontwikkelen, dat we de beweging daartussen eruit kunnen halen. En dat kunnen we eigenlijk tot op de millimeter. Dan kunnen we dus ook zien hoe dit gebied beweegt. Maar wat we gedaan hebben, is we hebben de bodemdaling in de tijd uitgezet. Dat zie je hier. Dus we zien hier een profiel door de polder. En hier staat de tijd. En die kleurtjes en die wiggles die hier zitten, die geven aan hoeveel de grond bewogen heeft. Dus hier zie je eigenlijk dat in de zomer, in de normale zomer, zakt het hier gewoon 5 centimeter naar beneden. Dat komt eigenlijk ook weer terug. Hè? Een heel groot stuk daarvan is elastisch en dat veert eigenlijk weer terug. Een stukje niet. Een stukje verdwijnt altijd voor altijd. En wat zo bijzonder is nou, die zomer van 2018, die was zo ongelooflijk warm. En dan zien we dat op sommige plekken er wel 15 centimeter aan bodemdaling is geweest. Het waterschap kan dat gebruiken door bijvoorbeeld te zien dat op sommige plekken, bijvoorbeeld hier, is die bodemdaling veel sterker geweest in 2018 dan op andere plekken. Dus je kan bijvoorbeeld in je pijlbeheer, hoe hoog je het water in de sloot wil hebben, kun je aanpassen aan het gedrag van de bodem om je heen. De veengrond in Stolwijk in de Krimpenerwaard had het in de lange, hete, droge zomer van 2018 ook flink te verduren. Bij boer David de Jong werd de schade op een deel van zijn land beperkt, dankzij onderwaterdrainage. Dat is een innovatief systeem met onder het weiland aangebrachte buizen. Wij kunnen hier het waterpeil in het perceel regelen door aan de knoppen te draaien. Het zij infiltreren, dus het water vanuit de sloot het land in. Het zij draineren van het land naar de sloot toe. Na die droogte, toen de eerste regenbuikjes gingen vallen, toen zag je dat gedraineerde perceel, dat zag je veel eerder opgroenen. Omdat toch de watertekorten, die zijn natuurlijk eerder aangevuld. Die stukken zeg maar, waar helemaal niks in lag. Het gras werd wel groen, maar het ging niet gelijk groeien. Door het grondwaterpeil onder het weiland constant te houden, blijft het veen vochtig en dat helpt tegen bodemdaling. De afgelopen zomer hebben we het waterpeil op moeten zetten vanwege de droogte. Er zat een verschil tussen van ruim 60 tot 70 centimeter. Dat die hier hoger stond als daar. Dat hebben ze daar gemeten. Van de veengrond in Stolwijk gaan we naar de Green Village bij de Technische Universiteit in Delft. In deze proeftuin worden allerlei innovaties in de praktijk getest
En hier kunnen dus ook oplossingen worden ontwikkeld om beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. Je kan je voorstellen als de bodem zakt dat een rioolbuis bijvoorbeeld kan breken. Daarom kijken we met allerlei start-ups en innovatieve bedrijven naar of we nieuwe materialen, lichtgewicht materialen, maar ook materialen die minder snel breken kunnen gebruiken in dat soort omstandigheden. Op dezezelfde proeftuin zouden we natuurlijk ook heel goed testen kunnen doen met wat doet bepaalde maatregelen met de bodemdaling. Het lijkt mij heel interessant om daar steeds meer proeven op te gaan doen. En ook te kijken hoe kunnen wij nu ook als universiteit bijdragen aan zo'n groot probleem in ons eigen gebied. Jaap de Ron is innovatiecoördinator en hij ziet op veel vlakken kansen. Van het ontwikkelen van een soort streetview voor slootjes tot het opnieuw gebruiken van gezuiverd afvalwater. Ondanks dat Nederland een waterland is, moeten we zorgen voor voldoende water en voor voldoende schoon water. En dat is voorhanden. Bijvoorbeeld afvalwater. Dat is heel vies water, wat we al jarenlang goed schoonmaken. We zuiveren het. Maar we zijn nu serieus aan het nadenken, hoe kunnen we dat water ook inzetten voor onze omgeving? Kunnen we het zo schoonmaken dat we het ook weer kunnen gebruiken in droge zomers en voor het aanleggen van nieuwe watervoorraden? Als laatste gaan we naar Dordrecht, naar de Dordtse Biesbos. Daar wordt rivierwater het nieuwe natuurgebied ingepompt vanuit de nieuwe Merwede. Een deel van dat water gaat de sloten in Dordrecht voorzien van schoon, koel water. Dit is, net als het opnieuw gaan gebruiken van gezuiverd afvalwater, een vernieuwend inzicht bij het klimaatbestendig maken van de stad. Dit water van de rivier dat komt uiteindelijk eerst in een, wat wij noemen een bezinkplas. En dat betekent dat het zwevende stof naar de bodem zakt en dat we eigenlijk het beste water voor het gebied kunnen gebruiken. Daarna gaat het zeg maar drie kanten op. Een stukje zeg maar richting het agrarisch gebied, dat gaat die kant op. En een groot gedeelte gaat zeg maar naar het natuurgebied waar we heel veel water nodig hebben om het zeg maar ook echt nat te krijgen. Dat is ook de doelstelling van het gebied. En er gaat nog een deelstroom langs de dijk richting de stad Dordrecht. Ja, hier zie je een watergang waar het dus absoluut niet doorstroomt. Hier zie je ook al die smurrie die hier zo in het water ronddrijft en die groene vieze dingen. Nou, dat komt dus omdat het water dus niet genoeg aanvoer krijgt vanaf de andere kant. En dan gaat het stilstaan en dat is dus ontzettend slecht voor de waterkwaliteit. Als dit vers water wordt, dan kan je er lekker aan recreëren. Dat is goed voor de gezondheid omdat je graag wil bewegen langs deze partijen water. Groene gebieden zorgen ook voor minder warmte wat de stad opneemt. Waardoor de warmte in de stad, wat normaal eigenlijk met graden omhoog gaat, toch gewoon op een aantrekkelijk niveautje blijft. We'll be right back.